Als het met dit tempo gaat, dan is die, als we het beleid zo blijven voeren hoe het nu gaat, dan is hij over 30 jaar uitgestorven. Het broedseizoen van de gutto is opnieuw dramatisch verlopen. Er zijn te weinig jongen opgegroeid om het uitsterven van deze weidevogel te stoppen. Dat komt doordat het leefgebied kleiner wordt, er meer vossen zijn, maar ook doordat boeren steeds vroeger in het jaar hun land maaien. Die kijkers kunnen kiezen of ze gaan in de maaibalk, of ze rennen het kale veld op, wat net gemaaid is. Ja, en dan allemaal meeuwen en andere roofdieren achter. Dus ja, die kuikens hebben waar gemaaid wordt in mei, hebben ze eigenlijk geen overlevingskans. Maar wat is dan een oplossing voor dit probleem? Dat betekent vooral dan uitgesteld maaien. Dus niet in mei maaien, maar in juni maaien. Dat in mei die kuikens van die gutto en die kieviet vliegvlug kunnen worden. Nou, met allerlei subsidiemaatregelen proberen we dat te reguleren. Maar dat is altijd wel een lange weg te gaan. En niet elke boer is daar genegen toe om daar aan mee te doen. En dat is jammer, want er moet echt iets gebeuren om de gutto te helpen. De wereldpopulatie gutto's is vrij klein. En meer dan de helft van die gutto's broedt in Nederland. Dus als zij hier uitgestorven is of raakt, dan is die wereldwijd uitgestorven.